Ongelofelijk wat Team Extreme hier laat zien. Action menu. Vandaag in Action Man. Team Extreme raced in de jaarlijkse regenwoud Slay Race, waarbij Alex aangevallen wordt door een slijmerig jungle monster. Het team weet dat hij iets te maken heeft met Dr. X, maar ze hebben geen idee van de wilde en dodelijke krachten die Gangrene tegen hen kan gebruiken. Action Man moet de gekke wetenschappen weerhouden om de wereld te vergiftigen en ontsnappen aan een tijdbom. Man, de Action Man in deze unieke en spectaculaire race in de jungle! Woehoe! Ik wil nog veel sneller! Oh. Hup en X, hup! Wie is die man? Hij is die man! Action Man! Yeah! Oh! De rotsprong! Grinder, weet je nog wat er vorig jaar hier gebeurde? Rustig maar. Action Man is de allerbeste. Ik kijk niet. Woehoe! Met een perfecte landing naar de toppositie. Zoals ik zei, hij is de allerbeste. Het is 1 tegen 1 nu. Alex Mann tegen Lucas Puccica. Maar ik laat me door jou niet en mijn gelukshelm en de race afpakken op dezelfde dag. Nu we de finish naderen, lijkt het Fujika's race te worden. Jongens, ik ga terug om een gelukshelm te zoeken. Haal me op met Big Air en daarna gaan we feesten. Ik ben gek op dit ding. Mijn gelukshelm zoekt de helm. Waar ben jij? Ah, hij moet hier ergens zijn. Ah, wat is dat voor een lucht? Verdwijn, Action Man! Hallo, Team Extreme. Er is hier beneden iets heel eigenaardigs aan de hand. We komen eraan. Ja, oké. Nou, waar is die helm? Hier, jongen. Kom hier. Verdwijn, of ik laat je wegrotten waar je bij staat. Dit is vast weer een idee van onze Dr. X.
Dus, jij zegt dat je niet precies weet wat je daar zag, maar dat het iets slechts was. Ja, en het stonk alsof iemand de vorige dag te veel bonen had gegeten. Dank je, Alex. We snappen het. Gouden kans om mijn laatste technische snufjes te testen. De nieuwe verbeterde BSU 10.000, zeg. Laten we die slijmbal gaan pakken. En dan draag je die hoed? Ja, dat is mijn geluksjunglehoed. Wat een lucht! Je hoeft mij niet aan te kijken. Nou, jij wou zo nodig een chili pizza voor ontbijt. Het komt hier vandaan. Sorry jongens, maar waarom gaan we naar Stinkstad? Kijk uit waar je loopt, jongens. Zo, dat is een end naar beneden. Hallo! Niet naar beneden kijken, niet naar beneden kijken. Kom op, Fidget, loop door. Oh nee, ik keek. Oké, schiet op, schiet op. Kijk nou eens. Deze papieren zijn van dokter Wolfgang Greenholz. Was hij niet die briljante dokter die de Nobelprijs won, zo'n 10 jaar geleden? Klopt. Daarna ging hij het regenwoud in. Om nieuwe medicijnen te maken van jungleplanten of zoiets. En daarna hoorde je niks meer van hem. Dit moet zijn lab zijn geweest. Ja? Gefeliciteerd met je succesvolle test, Grinder. Haal me eruit! Oh man, over een week stink ik nog! Het lijkt wel een ventilatieschacht. En wat nu? Onze neus volgen. Kom op nou, ik wil eruit! Hey Ricky, gaat het? Hierheen. Is hier iemand? Greenholz was een dromer. Ik ben jullie ergste nachtmerrie. Ik ben Gangrene! Ik ben Gangrene. 'S Werelds beste, meest idiote wetenschapper. Ik ben een lopende ziekte. Ik heb de macht om alles te vernietigen wat ik aanraak. Of dingen weer levend te maken. Ik zal mijn gemene krachten gebruiken om een wereld vol mutanten te maken. Zoals ik. Weet je... Je zou je echt eens na moeten laten kijken. En jij had hier niet moeten komen. Action Man! Professor, wat is er met u gebeurd? Mijn experimenten veroorzaakten dit. Ik wilde alleen maar de groei versnellen en de kracht van
de jungle-medicijnen die ik maakte. En nu, kijk naar me! Ga met ons mee, dokter. Wij vinden wel iemand die u helpen kan. Ik wil geen medelijden! Ik heb je gewaarschuwd niet te komen. Luister, mijn koper komt zo. En ik heb echt geen tijd om jullie leuk bezig te houden. Je koper? Wie zou er nou wat van jou willen kopen? Iemand die tenminste begrijpt wat ik altijd wou. Ik zal een wereld zonder ziektes maken. Als ik mijn vergifte wereld instuur, dan zullen zij die het overleven worden als ik. Alleen hebben ze dit stomme gereedschap niet nodig. Ze worden nooit ziek, want ze hebben een geneesmiddel tegen elke ziekte. Gewoon in hun lichaam zitten. Ik kan dan een wereld maken alleen van supermensen. Dan win ik weer een Nobelprijs. Ja! Kleine, gaat het? Geen zorgen, maat. Ik voel... Grinder? Jullie brengen hem naar een ziekenhuis. En waar ga jij dan heen? Naar Gangrene. Het is de enige manier om Grinder te redden. Weg. Sorry, maar dat is niet het wachtwoord. Dit dan misschien. Je mag dan wel een wandelende giffabriek zijn, Gangrene, maar je gaat niet de wereld vernietigen. Mijn vriend moet genezen, jij kan het, dus ga je met mij mee. Fout, maar bedankt voor het speelkwartier. Dr. X, nou, dat had ik niet verwacht. Ik ben Dr. X, het machtigste en intelligentste criminele brein van de hele wereld. Ik gebruik hele speciale manieren om mijn raad van verderf te leiden. Ik zal heersen over de wereld en ik haat Action Man. Action Man, altijd moet jij je neus in andermans zaken steken. Dus jij snapt wat ik wil. Professor Gangrene, wat leuk u te ontmoeten. Vertrouw hem niet, professor. Wat hij ook aanbiedt, er zit een luchtje aan. Het enige wat ik van je vraag, professor, is dat je je rechtmatige plaats inneemt in mijn raad. Zo'n raad van verderf. En wat heb jij ons te bieden, dokter Luchtbel? Stilte. Wacht maar tot je ziet wat ik kan, dokter X. Wacht jij maar. Je bent wakker. Thank you.
is het gif. Er ontgaat jou op niks, hè? Dit is mijn briljante en giftige lanceerplatform. Het heeft een kracht van 5 ton dynamiet. En het kan zo ontploffen. Het stuurt mijn dodelijke gif de lucht in om mensen in mutanten te veranderen. Over 2 minuten zal ik mijn eerste klus klaren voor Dr. X. Ik creëer een nieuw mutantenras waar wij samen overheersen. Jammer voor je dat je hier vastzit als de hele tempel de lucht ingaat. Geef het op, slijbal. En ik neem dit even mee om een vriend te genezen. Ga, red je vriend. Maar de wereld zal toch lijden door mijn explosie. Je kunt de lancering niet stoppen. Oh, wat een man van actie. Wat doe je nu? Red je de wereld of je vriend? Wereld of vriend? Vriend of wereld of vriend? Het is te veel voor zijn kleine hersentjes. Action Man, stop het gif en red de wereld! Maar, nou kan hij zijn vriend niet redden. Of zichzelf. En pin up. Tijd voor actie! Ken Green zou een geweldig lid van de Raad van Verderf zijn geweest. Door zijn vroegtijdige dood moet ik nu opschieten. Ik rust niet eerder voordat Action Man niet meer is. Dit stopte het gif in Ken Green's lab. Ik hoop maar dat er genoeg is om Grindr te helpen. Is dat de enige smaak die ze hadden? Ja! 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 Ja
bedankt. Dat was kantje boord. Ik ben blij dat je terug bent, maat. Zeg dat wel, maat.